Familiefans schrokken donderdagavond enorm van de manier waarop ze afscheid moesten nemen van het personage Iris. Die rol werd vertolkt door Marianne de Vrieze. De zwangere Iris overleefde het auto-ongeluk niet, haar baby gelukkig wel. Na 8 jaar neemt familie dus afscheid van Marianne. De actrice zelf vertelt een dag allemaal over haar ontslag. Ze wist al 1 jaar dat haar personage zou verdwijnen, maar ik bleef loyaal. De geheimhouding primeerde op mijn eigen emoties, vertelt Marianne. Ze zegt ook dat ze haar ontslag niet zag aankomen en haar collega's ook niet. De bazen zouden gezegd hebben dat het niets met haar of haar capaciteiten te maken heeft. Marianne wil ook nog kwijt dat ze het jammer vindt dat haar exit in die negativiteit van de ontslagronde terechtkwam. Er komen ook heel wat negatieve reacties op de verjonging van de cast. Daar zegt het volgende over. De jongere garde krijgt er nu de schuld van dat wij moeten verdwijnen. Maar zij hebben daar niks mee te maken. Familie verandert dus volop. Benieuwd welke veranderingen we binnenkort nog zullen zien.